Vishnavas nai chunhikaya me kunai Asyudai ashikaya me Op de radio, op de televisie, in de kranten, dagelijks horen we verhalen over vluchtelingen. Zelden komen vluchtelingen zelf aan het woord. Zaad Noerin schreef met bitterzoete thee zijn waar gebeurde geschiedenis en hij ontvangt mij in zijn huis. Hallo. Hallo. Zaad. Janneke Siebelink. Aangenaam. Dank je. Welkom. In 1997 vluchtte jij met jouw familie naar Nederland vanuit Afghanistan, ja. Na een half jaar ondergedoken te hebben gezeten, zonder je moeder en je jongste broertje. Wat doet dat met een mens? Het was verschrikkelijk, heftig. Ik kreeg gevoelens van machteloosheid, maar na zo'n 6 maanden onderdoken was ook een gevoel van bevrijding en opluchting. Op een gegeven moment, in de vroege ochtend, komt die smokkelaar en die zegt: die mensen gaan en die twee niet. Je moeder? En ja, mijn moeder en mijn broertje niet. En op dat moment voel ik ook heel zwaar, maar kan ik niets aan doen. En ik ben ook bang als ziek. Ook mijn gevoelens toon. Hoe zal mijn vader doen? Hoe zal mijn zus doen? Dus ik als oudste zoon bleef kalm. Ja. Alles kon ik binnen verwerken. Hoe oud was je toen? Toen was ik 30. Ja, dat was een mooie leeftijd, maar geen mooie tijd. Nee. Ja. En wat was het beslissende moment voor jullie vertrek uit Afghanistan? Op het moment dat mijn oom heel vroeg in de ochtend kwam en vertelde dat wij moeten weg. En mijn vader vroeg waarom. En die zei, die tweelingbroer van mijn vader, dat die opgepakt is. Mijn oom vertelde dat hij op straat opgeschoten is door de Taliban. En zorg dat met jou niet hetzelfde gebeurt. Zij hebben hetzelfde werk en dezelfde vrienden en vijanden. Onderweg ben ik bang, vooral vanaf Kabul tot het vliegtuig. Ik dacht meer aan anderen, aan mijn vrouw en mijn zussen, dan aan kinderen, dat die niet weer getuigen worden van iets naars. Ja. En wat neem je dan mee als je je huis moet verlaten? Mijn moeder zorgde dat wat geld, het huis was belangrijke documenten en een foto heb ik meegenomen. Dat foto laat ik je zien. Dat is die foto. Die staan hierop? Dat is mijn vader en ik. Dat is een heel bijzondere foto voor mij. Dat is die foto van die mooie tijden. En dan kom je dus na een hele beangstigende reis, kom je aan in Nederland. Weet je dan überhaupt dat je naar Nederland ging? Tegen ons is wel gezegd dat wij naar Nederland komen, maar dat wisten wij niet zeker. Nee. Want dat zijn smokkelaar kan. Dat kan van alles. En dan weet je ook nog niet eens of je zo'n smokkelaar kan vertrouwen natuurlijk. Helemaal niet. Nee. Want het was geen klik. Heel hard was hij. En hij wilde gewoon aan ons geld verdienen. En op dat moment heb je geen garantie. Nee. Je hoopt, hoogste hoop is, dat jij je eindbestemming bereikt. En onderweg niets gebeurt. Ja, precies. Ja. Voelde je je direct veilig in Nederland? Ja, toen, ik weet precies, wij zaten in een opvangcentrum in Haarlem, gebouw F, kamer 15. Wij zaten met hele gezin. En toen zei mijn vader,
met een gevoel van opluchting. Nu kan niemand hier binnenkomen. Wij waren heel erg opgelucht en dankbaar. Eindelijk rust, eindelijk zekerheid en veilig gevoel. Ja. Dat staat ook in je boek, Pippi Zoete Thee, wat je hebt geschreven. Ja. Had je een speciaal doel met het boek? Het doel is eigenlijk mijn ouders en voorouders eren. Ik wil ook het verleden verwerken. En ook Nederland erkenning geven en eren voor warme opvang. En heel moeilijke tijden voor ons gezin. Dat is mijn grootste boodschap. Maar ook verlangen naar dialoog. Ja. En ook dat verlangen van mensen in Afghanistan naar gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid. En samen zijn en zoals wij hier nu zijn. Ja. Heel bijzonder dat je ons hebt uitgenodigd hier in jouw huis. Want we gaan zo dadelijk ook aan tafel. Je hebt voor ons gekookt. Ja, voor ons is heel belangrijk. Samen eten. En dat zorgt ook meer voor meer verbondenheid, meer liefde, voor gezelligheid. Houd je die moed als je zoveel narigheid hebt gezien? En... Mijn vertrouwen was natuurlijk beschadigd. Ja. En in de mensheid. Maar ik kwam met resterende vertrouwen. Met dit resterende vertrouwen en met de warme opvang in Nederland kon ik langzamerhand of heel snel uit de slachtofferrol komen. En dat ook mij helpt als je echt overtuigd bent dat je met liefde en met inzet kan je medemens helpen. Ja. En zo kan je ook mijn eigen waarde terugvinden. Mm-hmm. Ik voel me in Nederland als pleegkind. Pleegkind kan nooit echt biologisch kind worden. Je blijft altijd pleegkind met voordelen en nadelen. Maar mis je Afghanistan? Ik mis meer de familieleden. Maar omdat ik in Nederland ook veel vrienden heb, dan is het een beetje een balans. Maar zou je nog kunnen voorstellen dat je daar weer gaat wonen? Ik voel me als vader ook verantwoordelijk goede keuzes te maken. Kinderen hebben duidelijkheid nodig over hun toekomst. En ik zeg, ik kan niet voorstellen dat ik daar ga wonen, want ik wil zeggen, ik blijf hier wonen, ik wil hier aarden, zodat ook de kinderen die zekerheid ervaren. Ja. En dat immigratie ook doorbreekt. Alle mensen zijn als leden van één lichaam. Ze hebben dezelfde basis van ontstaan. Wanneer één lid door het leven wordt gepijnigd, zullen ook de andere delen worden verstoord. Voor wie onverschillig blijft voor de pijn van de anderen, is het ongepast zich mens te noemen.